In 1917 kreeg het dorp Bilthoven zijn officiële naam. 6 jaar later vond het bisdom Utrecht de tijd voor een katholieke parochie. Die begon in mei 1923 in een noodkerk aan de Bilthovense Heidenlaan. Wat volgde was de aankoop van een stuk heidegrond en een kerkontwerp in de stijl van de Amsterdamse school. De Rooms-Katholieke gelovigen kwamen van heinde en verre. De kerk zat meestal bomvol. Dat is in die tijd wel minder geworden. Ook voor de Onze Lieve Vrouw blijft de vraag hoe de toekomst van het gebouw en de gemeenschap eruit zal gaan zien. Volgend jaar is de Bilthovense parochie 100 jaar oud. Dat eeuwfeest wordt uitgebreid gevierd. Meneer Philip Vos, ja? Waar zitten wij hier? We zitten in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Bilthoven. En om het heel officieel te zeggen, de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. En we zitten hier in de sacristie. Dat is de kamer naast de kerk. De sacristie, wat was de functie van de sacristie? In de sacristie, hier kwam de voorganger. Dus in die tijd was het de pastoor. En die kleedde zich hier om, deed zijn kazuifel om. En hier werd de dienst nog een beetje voorbereid. De missionaars kwamen hier, die trokken hun toga en superplie aan. En dan werd er aan de bel getrokken in de kerk. En dan begon de mis. En van hieruit ging men dan naar de kerk hiernaast. Ja. En ik heb begrepen dat Onze Lieve Vrouw volgend jaar 100 jaar bestaat. In 1923 kreeg pastoor Harmes de opdracht van bisschop Wetering, van de Wetering, om een kerk te stichten in Bilthoven. En toen is in 1923 ook begonnen. Toen hebben ze een woonhuis gekocht in de Heidenlaan, nummer 13. En daar heeft men twee jaar gekerkt. En toen heeft een architect opdracht gekregen om hier deze kerk te bouwen. En in 1924 is die kerk al geopend. Dus, ja. Maar in 1923 is deze parochie gesticht. Bilthoven was heel jong. In die tijd stonden de eerste huizen werden hier zo gebouwd, in Bilthoven. En op een gegeven moment waren er iets van 60 gezinnen die toch al hier woonden, maar die hadden geen kerk. En toen het ging ook een beetje voor Den Dolder was dit huis te Heide, Maartensdijk, en die hadden allemaal geen kerk. Dus men vond het toch wel nodig, het bisdom vond het nodig, dat hier toch een kerk kwam. En zo is deze kerk toegesticht. Ja, dus er woonden veel katholieken in de buurt, ja, die geen kerk hadden? Die geen kerk hadden, nee. Ja, hoe kwam dat? Ja, hoe komt dat? Ja, dit was een prachtig buiten natuurlijk, de Bilthse heuvels, Bilthoven. Dus hier kwamen steeds meer mensen. Die hadden natuurlijk werk in Utrecht, denk ik, en zo. En hier kwamen ze dus, het was aantrekkelijk en er werden steeds meer huizen gebouwd. Ja, en dan heeft men toch een kerk nodig. Ja. Ja. En die bestaat nu al 100 jaar. Is dat bijzonder? Nou ja, ik weet niet, er zijn natuurlijk heel veel kerken die veel ouder zijn. Maar voor deze streek is het wel bijzonder. Ik geloof dat het de eerste kerk is die 100 jaar oud is. Maar de Dijk is natuurlijk veel jonger. De Bilt zal ook jonger, ja, is ook jonger. Misschien in Zeist, weet ik niet, wat daar aan oudere kerken staat. Aan katholieke kerken, ja, bedoelt u? Ja, ja, ja. Ja. Neemt u mij eens mee, de bouw van het verhaal. Hoe is het begonnen, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ja, dat was in 1923. En nou ja, toen werd een architect gezocht. En dan moet ik even kijken, dat was architect Herman Kroes. Die kreeg in 1924 de opdracht. En die heeft het toen uitgetekend, alles. Die heeft toen aannemers gezocht. Het heeft een Nijmeegse firma, die had de laagste inschrijving, die zei 113.000 gulden. Het is 167.000 gulden geworden op het einde. En die heeft een beetje naar de Amsterdamse school is het ontworpen. En de eerste aannemer die bezig was met toen die boven de gewelven, dat is boven is één steen wat zo heel mooi op elkaar gemetseld is, die kwam er niet meer uit, die is opgehouden. Die man heeft een burn-out gehad, denk ik. Dus er is een tweede aannemer gekomen en de gewelven heeft hij afgemaakt boven. Er hebben zich meer bijzondere bekende kunstenaars, ja, bemoeid tegen, ja, deze kerk. Kunt u eens een paar namen noemen? Ja, het was dus, de kerk moest eenvoudig zijn. Dus het moest niet vol met tierlantijntjes zijn. In de stijl van de Hollandse school. Ja, ja. Men kwam hier in de kerk en men moest dus niet afgeleid worden. Men kwam hier tot bezinning, tot gebed. Dus niet te veel afleiding. Dus daarvoor zijn de muren. Het is een eenvoudige kerk wat dat betreft. Maar goed, men vond toch dat daar een nodige aan versiering moest komen. En dus hebben we hier een prachtig lijstje van mensen die dus... bijvoorbeeld Mathieu Wiegmans, die heeft de engelen gemaakt. We hebben dus engelen boven het altaar. Waar vroeger het altaar stond in het priesterkoor. Ze wordt dus de engelen uitgebeeld. Die heeft daar dus die muurschildering, heeft hij 2 jaar over gedaan. Maar dat is dus een prachtig werk is dat. We hebben ook de Mariakapel, hebben een soort fresco's hebben we daar. En die zijn ook weer van een pater Jaap Mes. Maar goed, zo hebben we tientallen namen. Hebben we zo van allerlei mensen, kunstenaars, die hier hun werk hebben mogen uitvoeren.
Ja. U heeft ook een kruiswegstatie. Ja. Van wie is die? De kruiswoning, maar ik ook even op mijn brief af. Maar mag je even spieken? Dat was van Lambert Simon. Ja. En die heeft dat in 1934 heeft hij dat. En op bepaalde kruiswegstaties heeft hij ook zichzelf uitgebeeld. Nu zie je hem ook staan. In zijn prachtige zwarte toog heeft hij zo stiekem heeft hij zichzelf erbij gezet. Dus dat was iedereen mag toch ook weten dat ik dat gemaakt heb. Ja. En dan nog de apostelen. In beeldvorm. Ja, we hebben alle 12 apostelen. En dat schijnt ook een prachtig design van Adam Winter. En dat zijn terracotta beelden, zijn dat. En die heeft alle evangelisten heeft hij ook uitgebeeld. En de 12 apostelen staan daar keurig netjes. Die gaan we de wacht over ons. Die kijken op ons neer. Zo. Ja. We gaan even terug naar de geschiedenis. En met name naar de gelovigen. Want die kerk die liep vol op een gegeven moment. Ja. Hoeveel mensen konden erin? We kunnen nu, als we extra stoelen bijzetten, en dat gebeurde in het verleden, dan was een keertje over bij grote uitvaart, dan zit je aan 600-700 mensen zit je dan. Maar we hebben, het was nog in mijn tijd, hadden we de kerstviering en de kerstnachtdiensten. Er kwam hier een bekend Cory Light, onder leiding van Geert Oostvogel, was natuurlijk ook een begrip hier. En die trok, dus die kerk die was stamvol. En dan hadden we zelfs een soort wacht achter de kerk staan. Ik had met mensen mijn eigen tuinstoelen. Het was compleet oorlog, want op een gegeven moment, die kerk was vol. En er waren mensen die zeiden, ja, maar ik kerk hier altijd en ik moet die kerk in. Nou, dat was echt... Maar goed, dat is, in de loop der jaren is dat wel minder geworden. Nu kunnen we het goed overzien. Maar we hebben wel eens uitvaarten dat er wel 400-500 mensen in de kerk zitten. Ja, ja, dus dat zijn gelegenheden. Ja, ja. Een doorgaande zondag. Doorgaande zondag denk ik dat we zo rond de 60 of 100 mensen zitten. Ja, ja. Toch nog wel aardig. Ja, maar het wordt wel steeds grijzer. Ja, ja. We hebben komende zondag eerste communie. Dan hebben we weer wat jongere mensen in de kerk natuurlijk. Dan komen ook de ouders en grootouders komen mee. Vorige week hebben we het Forum zo gehad, of twee daarvoor was dat. Ja. Dan heb je ook weer toch wel aardig veel mensen in de kerk zitten. Dus dat wordt allemaal nog gedaan? Wordt allemaal nog gedaan, ja. Waar komen de communicantjes vandaan? Hier uit de Trezerschool, de school hier in Beeldhoven, ja. En de vormelingen was dus van heel de Martha Maria. We hebben natuurlijk een fusie. We vallen nu onder 9 kerken. 1 pastoor met een soort kapelaan. En die moet dus 9 kerken moet hij dus bemensen. Zo. Dus die pastoor zien we eens in de 5 weken. En de rest, dat doen we zelf met onze emeriti-pastoors. We hebben ook lekenvoorgangers die dan voorgaan. Ja. 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 Maar elke zondag is hij nog altijd om 22:30 is hij nog steeds een viering. Een hoogmis, zoals dat vroeger heette. Ja. Ja, in mijn tijd hadden we zaterdagavond nog een dienst en dan heb je zondagmorgen en dan had je 2 diensten, soms was 3 diensten. Maar goed, die tijd voorbij. Is voorbij. Ja, dat wel stellen, ja. En die komt ook niet meer terug. Komt ook niet meer terug, nee. Nee, want als je het nu in 2022 naar de toekomst kijkt, je gaat het 100-jarig bestaan vieren. Maar dat moet toch meer zijn dan een gebouw op zich, dan een gebouw alleen. Want hoe gaat het nou verder? Waar hebben mensen behoefte aan? Waar heeft de jeugd behoefte aan? En waar heeft de jeugd behoefte aan? Dat vragen we ons nog steeds af. Dat weten we niet. Hoe komt u aan dat antwoord? Nou, dat is, ja, we willen toch de jeugd... Als je aan de jeugd zelf vraagt, je krijgt geen antwoord... want die kerk zegt er niet zoveel meer. De taal spreekt ze niet aan. Nee, we weten ook nog steeds niet hoe we dat aan moeten pakken. Een heel mooi voorbeeld is, we hebben hier in de coronatijd... toen moesten de scholen, de leerlingen moesten ver uit elkaar zitten. Ze hebben onze kerk opengesteld, heeft de werkplaats hier, heeft hier les gehad. 5 weken lang hebben de kinderen hier in de kerk gezeten. Ze kwamen binnen en het was gelijk stil. Toen was gevraagd, wat voor gevoel heb je? Heb je hetzelfde gevoel als je bij de HEMA binnenkomt of bij Van der Valk binnenkomt, noem maar wat. Nee, die kerk heeft wat. En we hebben fantastische dingen gehad. We hadden Latijnse les. Ik heb die monstrans neergezet. Ze hebben die mogen vertalen wat erin stond. Ik heb kelken gepakt waar Latijnse tekst in stond. Ik heb een missaal gepakt. Ik heb een kind gevraagd van wie speelt de piano? Ik denk, ze gaan achter het orgel zitten. Hij heeft orgel gespeeld. Het was een hele mooie belevenis. Is dat. En dan denk je, toch kun je iets... Misschien is er iets geland. Ik hoop het. Ja, nou, 2023. Er wordt een feestje gevierd. Ja. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, elke maand willen we iets feestelijks gaan doen. We hebben een concert. We hebben natuurlijk ook een viering hier in de kerk uiteraard. We hebben een maaltijd met elkaar. Er komt heel lange tafels in de kerk te staan dat we daar een maaltijd hebben. We gaan nog een dagje uit, hebben we nog. We hebben nog een keer een filmavond. We gaan een keer een interessante spreker uitnodigen voor het komend jaar. Dus een concert is er nog. Dus wat dat betreft hebben we voor elke maand. En toevallig is morgen aan komen de eerste
bijeenkomsten zijn. De feestcommissie komt bij elkaar van hoe gaan we het komend jaar dat invullen. Mm-hmm. Dat kan tegelijkertijd als reclameactie fungeren. Dat je uitvindt waar mensen op afkomen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Maar we hebben een enthousiaste groep mensen. We hebben hier vrijwilligers genoeg. In deze kerk, gelukkig maar. Ja. En dat is ook de kerk waar alles op drijft, hoor. En, hoeveel heeft u er? Ik dacht 400. En dat zijn ook de vaste. Ik geloof dat iedereen hier in de kerk wel, ook wel vrijwilliger is met koffie schenken of in het koor zit of poetst of kerkhof onderhoudt en ga zo maar door. Ja. Dus dat is... Want er is ook nog een kerkhof. Ja, we hebben hierachter, als je naar buiten kijkt, hebben we nog een kerkhof, ja. Goh. Ook van 1923. En het oudste, die is nog steeds, het kindje Sophie ligt hier nog steeds. Dat is het oudste graf wat we hebben. Maar ja, de rest is, in de loop der jaren is dat een beetje verdwenen. Maar dat ene graf wordt dan wel in ere gehouden, ja.